Hoe zit het dan met jou? Ja, goed hoor. En hoe vind je het dat Arnoud terug is? Ja, wel plotseling, hè? Dat maakt mij niet uit. Ik ben zo blij dat hij er weer is. Ja. Nu moet hij zijn leven weer een beetje oppikken, hè? Hey, sorry, maar ik... Oh ja, nee, natuurlijk. Andere keer. Ja. Ja. Oké, okay, maar goed. Dan wordt het donderdag 5 uur, hè? Ja. Oké. Okay. Excuses nogmaals, hè? Ja? Hé, excuses waarvoor? Het afzeggen van de werkafspraak. En die heb je nu verplaatst naar donderdag? Ja. Oh, bel maar weer terug, want dan kan je niet. Ja, ik heb een bedankdineetje georganiseerd en dat kan alleen maar donderdag. Voor Maxine. Schat, had je toch wel even met mij kunnen overleggen, ja, hè? Maxine, toch? Maar kan je niet beter een dineetje plannen na de operatie? Nee, natuurlijk niet. Elke operatie brengt risico's met zich mee. Misschien is het wel de laatste keer dat we met z'n allen aan tafel zitten. Ja, zeg dat maar niet tegen Maxine, straks haak ze nog af. Lieverd, we hebben dat nog over. Ik moet er nu vandoor. Wat is er zo dringend? Ik ben bezig met een nieuw project voor J Magazine. Ik maak een reportage over een seriemoordenaar. Ik ga nu naar hem toe. Een seriemoordenaar? Ben je helemaal gek geworden?